Mustafa Amouch uit Panningen stelt zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Amouch zit nu al in de Tweede Kamer voor het CDA en heeft het daar naar zijn zin. Als de mijne, ik heb het aangegeven, drie weken geleden de motivatiebrief. Ik had toevallig vanochtend het gesprek met een aantal bestuursleden. Dat vindt nu plaats met de zittende Kamerleden. Ik heb mijn ambitie inderdaad uitgesproken dat ik dat heel graag nog zou willen doen. Mm-hmm. Nog eens 4 jaar en ik voel me als een vis in het water thuis. MKB-bedrijven helpen, de regio op de agenda zetten, de infrastructuur in de regio verbeteren. Mm-hmm. En natuurlijk altijd opkomen ook voor de sport, want dat... Momenteel zit Amouch 4 jaar in de Tweede Kamer en vertegenwoordigt hij de MKB-sector en economische zaken. Paard, als eerste vraag, komt u op de lijst? Ik hoop van wel. Ik ga er vanuit van wel. Ja. Maar dat zullen we eind oktober zien. Maar kun je dat niet een beetje aanvoelen zo? Van nou, het zit wel goed bij het CDA. Nou, ik heb een streepje voor op bepaalde gebieden. Nou, we hebben een goed team. We hebben nu een goed team en de bestuur gaat erover. En eind oktober weten we het waar Pelemaas een mooie plek krijgt op de lijst of niet. Bij de vorige verkiezingen stond de Panningenaar op plek 15.